Robert van Pelt, hier weer op de Prepoloog. Ja, je bent nog een jonge gast, maar inmiddels wel een van de meest ervaren dakkendeelnemers als het om de Nederlanders gaat. Ja, de jongste en de meest ervaren. Hoe gek is dat? Ja, mooi, apart. Ja. Als je zo terugkijkt op dit afgelopen jaar, je bent druk geweest, veel gereden. Ja, wat is je grootste drijfveer om ja, toch weer een jaar eraan te knopen? Want je hebt getwijfeld volgens mij en je zegt, nou, we gaan er nog een keer vol voor. Ja, ik twijfel elk jaar. Hè. Als ik aankom, denk ik, oh, wat een ellende. Niet leuk. En dan een paar weken later is het natuurlijk wel, ja. Het is, wat moet je dan doen in januari? Oud en nieuw, nou, dat kan een tijdje niet meer meegemaakt in Nederland. Dus dat mis ik ook niet meer. En kerst ook niet. Dus het is een beetje ontstaan. Ik ben gevallen en, afgelopen jaar. En daardoor is mijn top 20 plek helaas niet kunnen realiseren. En dat is gewoon mijn grootste drijfveer. Ik moet gewoon een keer bij de eerste 20. En als het niet zo is, in ieder geval bij de eerste 23, want dan was mijn vader zijn beste klassering op de motorfiets. Dus die moet eraan. Ja, dat is mijn drijfveer, ja. Je bent dit jaar druk geweest. Je hebt een aantal rallies gereden. Je bent onlangs nog in Spanje geweest voor de Zesdaagse. Ja, belangrijk om ritme op te doen. Ja, ik heb geen budget om in Marokko en in Zuid-Amerika de rallies te rijden, helaas. Mijn anders alternatief heb ik de Zesdaagse gereden in Spanje. Ceres Rally ben je nog geweest? Ceres Rally ben ik geweest. Ik ben in Duitsland geweest met de Baja. Ja, en zo blijven we toch bezig en ik merk gewoon dat ik stappen maak en dat is heel fijn om te weten. Dus nu komt het aan op intelligentie die ik hopelijk ook weer een beetje heb gekregen. Dus ze moeten gewoon bij de eerste 20 komen, dat is gewoon mijn doel. Ja. Na de zomer, zeg maar, dan gaat iedereen met Dakar aan de slag. Jij zeker ook, want je bent er gewoon heel erg druk mee. Ja, we hebben gelijk toen ik thuis kwam 3 maanden niet op de motor kunnen zitten. Maar alle plannen gemaakt omdat ik gewoon, top 20 moet gewoon lukken. En je kan nooit vroeg genoeg beginnen met plannen. Dus, zoals het er nu naar uitziet, denk dat we het echt goed voor elkaar hebben en ik zie het wel met het vertrouwen tegemoet. Het zal niet meevallen in een toch sterk veld. Ja, nou, het probleem van dit jaar was, 2016, is dat er geen extreem moeilijke dag bij was waarin de helft van de top uitviel. En dat heb ik in 2014 en 2015 wel meegemaakt. Die dag moet gewoon komen en als je die door bent, dan kan je voor de top 20, misschien zelfs top 15 gaan. Marco Maas zegt dat die dagen gaan komen in Bolivia. Ja, we horen het vaker, maar als Marco Maat zegt, dan zou je denken dat het goed komt. Ja, Marco Maat die geloof ik wel. En het probleem, of het mooie aan Bolivia is, de proeven zoals die er zijn geweest, zijn niet moeilijk. Maar als jij moeilijke dagen krijgt in Bolivia, omdat daar, dat je daar heel weinig adem krijgt, zeg maar. Ja, dat kan dan echt heel moeilijk worden. En ik hoop dat het gaat gebeuren, ik verwacht ook dat het gaat gebeuren. En als je die dan net een tikje rustiger rijdt en je komt gewoon aan de finish. Ja, dan denk ik dat er wel een heel mooi resultaat in kan zitten als ik zelf geen fouten maak. We gaan het zien. Yes, kom goed. Succes. Dankjewel.